Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. ...99% van de mensen maakt pompoen klaar als gewone pompoensoep. Maar het is eigenlijk een super veelzijdige groente. Je kunt het bakken, kan het rauw eten, marineren, in de oven garen en de loze bereidingen. En daarbovenop bestaan er keiveel verschillende soorten. En ik ben hier bij Philippe, want hij heeft heel veel soorten. Philippe, ça va? Hey. Hoe is het? Goed, goed, goed. Zeg, hoeveel soorten pompoenen heb jij hier staan in je pompoenentuin? Zes soorten. Ja. Ja. Zeg, en heb jij zo'n idee van hoeveel pompoenen dat er bestaan in de wereld? Allee, niet aantallen, maar verschillende soorten. Honderden. Honderden. Ja. Ja. Ik zie eigenlijk weinig oranje in uw veld. En ja. De meeste mensen associëren een pompoen met oranje. Zeker nu dat Halloween is. Die zijn eigenlijk al weg. Die zijn weg al. Ah ja, maar die heb jij normaal ook staan. Ja. We hebben hier bijvoorbeeld de Sweet Mama op zich. Oké. Okay. De Sweet Mama. Ja. Een grappige naam eigenlijk. Sweet Mama. Ja. Kun je die met je machete een keer open snijden? Ja, wat is dat voor een mes, jongen? Fruit Ninja. Ja. Wallé. Er zit wel redelijk qua zaadlijst hier. Mm-hmm. Zo lijkt dat op een meloen zelfs. Maar rauw is dat ook. Perfect eetbaar. Waarom liggen die hier allemaal zo op de grond, Philippe? Die liggen te drogen tegen dat we ze in bewaring steken. Te drogen? De stengel moet helemaal uitdrogen. Dat is de navelstreng van de pompoen. Oké. Okay. Dus als je die laat uitdrogen, kunnen er geen schimmels en vocht binnendringen in de pompoen en blijft die langere tijd goed. Ah, dat is een goeie tip. Dat is een Blue Ballet. Dat is de groene Sweet Mama. En dat is de, wat, de Blue Ballet. De Blue Ballet. Die is wel wat harder. Ja? Ik ga wel dat je niet snijdt, mijn best wel moeten doen voor. Als de Philippe nu uitgeleid, dan zijn we gezien. Top. Het neigt zo meer naar wortel, nootachtige smaak. Klaargemaakt zou het hier iets zoetere smaak moeten hebben. Deze, de blauwe. Ik ben op zoek naar ene met mega veel vruchtvlees, zonder te veel zo van die zaadlijsten. Dat kan ik u de butternut voorstellen. De butternut. Ja. En waar moet je naar kijken als je een goede butternut koopt? Hoe kleiner, hoe beter de smaak. Geconcentreerde smaak. Is het waar? Ik denk het wel. Zo die grote, grote pompoenen van honderden kilo's, ja, dat is bucht. Dat is wel oké, maar als je echt naar smaak gaat gaan, zou je echt een kleinere vrucht moeten hebben. Knip. Maar zie, dat is een totaal andere vorm, hè. Kijk. Oké, ja. Je ziet het duidelijk, hè. Ja. Je hebt veel minder zaadlijst tegenover vruchtvlees, dus dat is allemaal eetbaar. Hè? Ik pak de butternut mee. Ja. Dikke merci voor al een uitleg, Philippe. En geniet van Halloween. Hè.